Eerst is er goed nieuws over het klimaat. Of althans, de klimaatopwarming. En dat ga ik toch een beetje vertellen als drietrapsraket. Want ik heb natuurlijk in de afgelopen jaren al eigenlijk veel rondgereden in Europa. Zowel per bus als nu ook weer per trein. En ook wel als automobiel. En als je er nou toch één ding opvalt, is het de explosieve groei, ja, van zonnepanelen. En vaak gigantische hoeveelheden zonnepanelen op reusachtige schuren, fabrieksdaken en dan vanzelfsprekend op huizen. In nieuwbouwwijken, overal alles vol met zonnepanelen. Dat ik al bij mezelf dacht, dat moet toch een enorm effect hebben. Dat kan toch haast niet anders, want het is niet alleen in Nederland zo. Maar in Beieren liggen er nog veel meer dan bij ons. En in Oostenrijk was het ook geen kattenzij, kan ik je wel vertellen. Hij is naar binnen. Dit moet je even uitknippen. Dus ik had alles gedacht van, goh. En toen zag ik een boek staan bij Amazon. En dat, ik denk dat het aangekondigd werd ergens in de internationale krant, in de New York Times. Met als titel No Miracles Needed. En de thematiek van het boek was, dus geschreven door meneer Jacobson. Die is eigenlijk dat we eigenlijk alle technologie hebben om het klimaatprobleem op te lossen. Dat toch vooral zon, water en wind is. Dat we daarvoor de technologie hebben, zoals gezegd, en ook wel het geld. Het is een kwestie van organisatie en politieke uitvoering. En ik denk zelf ook dat dat zo is. Hij argumenteert dat vrij overtuigend. Hij zegt ook, ja, kerncentrales, daar moeten we niet aan beginnen. Het duurt 20 jaar voordat ze klaar zijn. En de vergunning is al zo'n ingewikkeld tafereel. Dat is gewoon, dit gaat veel en veel sneller. Die panelen, dat gaat veel en veel sneller. Toen las ik, tot mijn verbazing, notabene op de Correspondent, een fantastisch stuk van Jesse Frederik. En die argumenteert daar met, naar mijn idee, volstrekt overtuigend zijn van materiaal, dat de explosie van zonnepanelen, dat nog helemaal niet meegenomen is in al die modellen die we hebben en die eigenlijk allemaal zeggen, het is te laat, de planeet staat in de brand, we zijn reddeloos verloren. En waarom is dat niet meegenomen? Dat is redelijk essentieel, lijkt me. Nee, precies. En dat komt omdat die ontwikkeling zo snel verloopt. Namelijk het verlagen van de prijzen. En want naarmate die zonnepanelen natuurlijk veel goedkoper, als je die ziet hoe die prijsdalingen zich hebben voltrokken. Dat betekent natuurlijk dat de elektriciteit die dingen opwekken, navenant ook goedkoper wordt. Nou, dat is een ronddraaiende cirkel. De enige rem die daarop staat, het zal je niet verbazen, is dat in ieder geval onze overheid, maar het schijnt elders ook wel het geval te zijn, onvoldoende geïnvesteerd heeft in het elektriciteitsnetwerk, waardoor het lastig is om al die zonne-energie kwijt te raken. Precies, heb de vorige keer over gehad. Ik kan iedereen dat stuk van je, dat hoeven voor mij dat boek niet te lezen, maar in feite staat daar hetzelfde in als wat Jesse Frederik in dat prima stuk. Notabene bij de Correspondent, die ik toch al een beetje beschouwd als een groep van sympathieke groene kabouters. Is dit een stuk dat je denkt, nou, dit klinkt revolutionair, dit is revolutionair en daar zijn goede bewijzen voor. Dus dat de solar energy, om het maar even in het Engels te stellen, in de breedste zin van het woord, dat de effecten daarvan volledig onderschat zijn. Als je de ontwikkelingen zoals die zich in de afgelopen 20 jaar hebben vertrokken doortrekt naar, laten we zeggen, 2050, ik wil niet zeggen, dat zegt hij ook niet, dan is het probleem opgelost, maar dan zijn we goed op weg. Gaan we die anderhalve graad halen? Nou, waarschijnlijk niet. Maar in principe kun je ervan uitgaan, no miracles needed. We kunnen het probleem, de technologie is er, het geld is er, het is een kwestie van organisatie en besluitvorming bij de overheden. En ook dat die kletskoek, dat die energietransitie verschrikkelijk duur zou zijn. Nee, ook die Jacobson zegt, het is precies het omgekeerde. Er kunnen miljarden aan verdiend worden. Maar waarom is dat dan onderschat? Want dat begrijp ik toch nog niet helemaal goed. Ja, ik weet niet, misschien ook omdat dat pessimisme op dit punt de modieuze houding was geworden.
Misschien ook omdat die internationale club die dat allemaal uitrekent. Nou ja, dat is ook te wat. Die hadden maar heel beperkt modellen waarin dit soort van effecten waren meegenomen. In feite is de energietransitie volop aan de gang. Het is niet, hij moet nog komen. Hij is volop. We zitten er middenin. Precies, we zitten er middenin. En de kans is eigenlijk voor de hand liggend dat die transitie zich nog aanzienlijk zal versnellen. Zegt u ook wat de uitdagingen zijn rondom die zonnepanelen? Want je hebt natuurlijk wel grote oppervlakte. Zeker, de uitdagingen zijn in het bijzonder dus het elektriciteitsnetwerk. Ja, dat is duidelijk. Ook omdat natuurlijk het aantal elektrische auto's dat explosief toeneemt. Dat is in Noorwegen, nou is dat een beetje een apart geval. Naderen zal het moment dat er alleen maar elektrische auto's worden gekocht. Maar in China is het ook 20%, begreep ik. Bij ons is het 15. Zoals gewoonlijk lopen wij een beetje achter. Goed, lees het stuk van Frederik. Maar kunnen we het net versterken? Is die mogelijkheid er? Ja, die is er, maar daar zit wel een puntje. Ik weet niet of ik dat nou bij die Jacobs... Nee, ik geloof Frederiks, die besteedt daar ook aandacht aan. Dat ja, wil je vergunning krijgen voor een hoogspanningsleiding, een nieuwe hoogspanningsleiding in Nederland, dat het geloof 13 jaar duurt voordat je de vergunningen rond hebt. Dus daar zou je eens goed naar moeten kijken als overheid. Is het niet zaak dat je dat proces aanzienlijk versnelt? En dat is niet elke Jan Boerenlul die ergens een huisje heeft in de buurt een bodemprocedure tegen je kan beginnen, zodat weer 2 jaar stil ligt. Precies, en waar ga je die neerzetten, die mast? Want dat betekent... Ja, dat is het. Not in my backyard natuurlijk. Dat is het bekende punt. Ja, Nederland is een vol land, dus dat zal problemen geven. Dus het zou wel te overwegen zijn op dit punt het proces van... met name vergunningverlening wel iets te versnellen. Ja, en moet er hier bijvoorbeeld in jouw straat, want ik kan me voorstellen, dat is belangrijk wat jij noemt, hè, die palen, maar ook hier in jouw straat, moet er hier ook wat aangepast worden? Ja, volgens mij zijn alle leidingen hier al vernieuwd. Gasleidingen. Oké, dus die zijn er ook voorbereid? Volgens mij wel, ja. Ik heb ook, glasvezel, nog niet dat ik het gebruik, maar ik heb het wel. Oké, dus ook even een vraag voor mensen die hier dieper in zitten. Reageer even op of wat. Ja, dat zou heel mooi zijn. Ik zou lezen een stuk van Frederik, wat voorzien is van alle mogelijke berekeningen en getallen. En dan ben ik wel benieuwd wat men daarvan vindt. Ja, nog één vraag hierover. Want rond die provinciale verkiezingen zag je ook allemaal mensen die dan in een akker stonden. Die zeiden ze, ja, hier willen ze dan allemaal zonnepanelen gaan neerleggen. Ja. Dat willen we niet. Maar ja, ze zullen toch ergens neergelegd moeten gaan worden. Zo is het maar net. Ook daar zijn al technieken om het nog goedkoper te maken om ze gewoon neer te leggen. Ik heb volgens mij al verteld over dat die zonnepanelenboel daar in India, waar ze zijn zonnepanelencentrale hebben ter grootte van het eiland Manhattan. Ook daar zit daar forse vaart in. Ja, maar goed, in zo'n akker, dat is het probleem. Ja. Ze willen die panelen daar niet. Ze willen de ruimte er niet voor opofferen. Nee. Dat is interessant, dat is ook typisch Nederlands. Dat wij willen van alles, maar mits het ons op geen enkele manier ook maar enige moeite of narigheid bezorgt, dan willen we het. Maar dat kan niet. Misschien blijven we tenslotte het laatste land wat nog volledig draait op fossiele brandstof. Prima. Ik zag het nu ook al langs de snelweg een stukje van de week. Dat ze dus na de vluchtstrook, en dan heb je die reling. En daarachter liep ook een hele smalle strook. Die was helemaal volgelegd aan weerszijden met zonnepanelen. Ja, heel handig natuurlijk. Want dat is een strook waar je verder toch geen kloot mee doet. Nee. En voor de muis is het ook niet vervelend. En je vindt het wel fijn dat ze droog kunnen lopen. Dus ja, dat is allerlei loze ruimte die heel gemakkelijk gebruikt kan worden om zonnepanelen neer te leggen. Maar als je een beetje in het buitenland hebt rondgereden in West-Europa, dan weet je dat op tal van plekken enorme partijen van die panelen liggen. Ja, kijk, en nu heb jij nog panelen gewoon op het dak liggen, maar de techniek... Ik heb 12 simpele panelen. Ja, maar binnenkort zit het gewoon in je dakpan. Dan is het dakpannetje... Dat kan ook, er zijn alle mogelijke manieren te verzinnen. Maar goed, de energietransitie is al lang ruimschoots en zeer spectaculair. Je zou haast kunnen zeggen explosief begonnen. Ja. En ook nog wel even aanstippen dat toch iemand die in de herfst van zijn leven zit hier nog mee bezig is. Want er zijn ook criticasters die zeggen, ja, die Van Rossum die interesseert het allemaal niks meer. Want die is er straks toch niet meer als dit een probleem wordt. Ja, nee, zo kun je ook redeneren. Ik zeg ook wel eens voor de aardigheid, nou ja, wat betreft de klimaatopwarming, daar lig ik niet wakker van. Want tot nu toe heb ik er als bejaarde alleen maar voordeel van. Dat zeg ik ook wel eens. Kijk, je kunt diverse... Er zijn diverse trajecten in je redenering. Ja, maar je bent er volop mee bezig.
Ik vind het hartstikke interessant, dat begrijp je wel. Dit is nou wel een historische, dit is niet de kroning van Karel III. Dat interesseert me echt geen kloot. Maar dit is echt een hoogst interessante zaak. Vooral natuurlijk, dat begrijp je wel, omdat ik altijd al, ik geef toe, dat was misschien zelfs een vooroordeel mijnerzijds. Ik voel dat pessimistische gedoe, het is al te laat. Het is verschrikkelijk. Honderden miljoenen mensen zullen om het leven. Dat ja, daar heb je totaal niks aan. En dat miskent, als ik dat boek en die stuk van Jesse Frederik bij elkaar optel, miskent datgene wat er daadwerkelijk gebeurt. Het is natuurlijk nog wel een probleem, arme landen. Wat gaan we dan doen? Maar de prijsdalingen zijn zo spectaculair dat ook op dat punt hoop is. Ja, want er zijn mensen die zeggen er gaan oorlogen ontstaan, hè, doordat bijvoorbeeld delen zeker, onder water gaan lopen. Mensen zeggen dat grote veroveringsoorlogen zullen ontstaan, honderden miljoenen mensen zullen sterven. Je hebt ook dat plaatje van de wereld als vaccinelichtje, weet je wel, met daarbovenop zo'n vlammetje wat al... Waar wel nog een kaarsvet van België en Nederland al naar beneden druppelt. Ja, daar hebben we geen donder aan. Je kunt beter kijken naar wat de werkelijkheid is. Zijn die verhalen die mensen die wonen dan in die gebieden die dreigen te overstromen binnenkort? Ja, die gaan naar... ja, heel Nederland dreigt natuurlijk als het zeespiegel, als die nog wat fors wat doorstijgt. Dan, kijk, het kan best zijn dat de opwarming ook zonder klimaat, zonder dat wij de energietransitie uitvoeren, deels doorloopt. Ja. We zitten per slotverrekening nog steeds in een postglaciaal. Dus er is ijs en er is in de loop van de geschiedenis van de planeet en de langere periodes helemaal zonder ijs dan met ijs. Ja. Maar ten aanzien van de energietransitie, niet waar, is er goed nieuws. Goed, maar wij krijgen met die overstroming iets later te maken. Ongetwijfeld zullen tal van mensen van het klimaatbeweging zeggen, nee, die is het niet, dat is kletskoek, dat is de technologie. We moeten allemaal simpel gaan leven. We moeten, nou ja, nee, dat zijn we niet nodig. Wacht even, jij zegt simpel leven, dat hoeft niet. We kunnen gewoon doorleven zoals we nu leven. Ja, de techniek. Dat denk ik wel. Maar je bent toch wel voor minder vliegen en dat soort dingen? Nou, daar zou je ook nog eens je kunnen afvragen. Je zou natuurlijk, je kunt, hoe heet het, waterstof is wel bruikbaar als brandstof voor vliegtuigen. En als je natuurlijk maar genoeg elektriciteit opwekt en die elektriciteit die kost niet veel, dan kun je die vliegtuigen op waterstof laten vliegen. Maar de deskundigen zeggen alleen voor de korte afstandsvluchten, voor de lange afstand, als je naar New York wil, dan moet je op kerosine blijven vliegen voorlopig. Nou, dat zou kunnen, dat weet ik niet precies, daar heb ik me niet in verdiept. Maar vergeet niet dat een vliegtuig wat naar New York vliegt ook relatief zuinig vliegt. Die korte vluchten, dat is een ramp, want dan moet die opstijgen en je weet dat je naar Londen gaat, hij stijgt op en dan valt hij eigenlijk meteen weer naar beneden, bij wijze van spreken. Ja. Maar kijk, die vliegtuigen die vliegen op 12 kilometer hoogte. Ja. En op 12 kilometer hoogte is het betrekkelijk zuinig transporteren. Maar het is natuurlijk weer... Ik heb begrepen uit allerlei opstellingen dat je dan eigenlijk zuiniger bent dan de hoge snelheidstrein die met 300 kilometer per uur op het aardoppervlak rijdt. Maar voor de korte afstandsvluchten willen we natuurlijk met ze naar de trein bewegen. Ja, dat zou mooi zijn, maar dan moeten die treinen wel... Nou, daar gaan we niet overnieuw over beginnen, maar het zou wel handig zijn, dames en heren, lieve regeringen in West-Europa. Zorg nou eens dat je de boel op de rails krijgt. Ja, een hele leuke woordspeling. Maar dat is toch van een treurigheid dat het een zootje is. Een chaotisch systeem, anders kun je het niet noemen. Ja. Werkt eraan. Overigens interessant, Martin Steinboeg, wel een professor van de universiteit in Eindhoven, die weet hier alles van dat elektrisch vliegen. Leuk om hem eens te googlen, interessant ook. Dan kun je zien wat hij daarover zegt. Ja, voor korte afstanden schijnt het wel te kunnen. Ja, ook elektrisch vliegen schijnt dan mogelijk te zijn. Ja, dat. De vraag is of je al die moeite moet doen als je een andere en relatief goedkope oplossing zou kunnen vinden. Maar goed, ook het materiaal waar we batten, want we lopen natuurlijk al heel snel tegen het opslagprobleem aan. Daar moeten ook oplossingen voor verzonnen worden, maar ook de batterijtechnologie maakt nog snelle vorderingen. En ook dat verhaal dat er allerlei grondstoffen eigenlijk nauwelijks aanwezig zijn, dat komt omdat we er nauwelijks naar gezocht hebben. Zoals lithium zelf. Daar wordt nu ook, er is toch hier in Europa nu ook ergens een plek geopend waar ze dat gaan winnen? Zeker. Je hoeft niet meer uit China te komen? Nee. Het is nou niet zo dat je overal waar je een schep in de grond steekt, dat er lithium zit. Maar er is ook hier lithium. Maar ja, we hebben niet de moeite genomen om de... Want het gaat vooral ook om het verwerkingsprocedé. Dus je haalt die kluiten. Ik
geen idee hoe het eruit ziet. Uit de aarde, maar het moet verwerkt worden zodanig dat het als batterijgrondstof gebruikt kan worden. Ja. Dan was er van de week in Den Haag een bijeenkomst en die ging over moet je nog wel kinderen willen, ondanks de klimaatproblemen. Ja. En daar is onder jonge mensen best wel veel belangstelling voor. Van ja, wij willen geen kinderen meer om de wereld te redden. Nou, dat is flauwekul. Waarom is het flauwekul? Omdat je enorme demografische problemen krijgt. Kijk naar het huidige China, waar de één kind politiek nogal rampzalige gevolgen heeft. Als je helemaal geen kinderen krijgt, dan zullen toch die kinderen van nu, of die jonge mensen waar je het over hebt, wie gaat die jonge mensen verzorgen als ze krakkemikkers zijn geworden? Want er zijn geen kinderen meer. Er zijn geen jongeren. Nou, het is niet te zeggen dat ze helemaal geen kinderen meer krijgen, maar minder kinderen. Nee, maar nu is dat veel te weinig. Hé? Als ik echt iets krijg, dan is maar de vraag of er iemand aanwezig is die mij wil helpen. Maar tegelijkertijd, ja, minder mensen betekent ook minder. Waarschijnlijk moet ik tenslotte kruipend hier naar dat afwerkpunt van het huis wel. Ja, maar de belangrijkste oorzaak van de opwarming is de mens toch? Dus als we toch minder mensen hebben, dan wordt dat probleem toch ook verzacht? Ja, maar dat, als die mensen dus minder CO2-uitstoot weten te genereren, dan is dat probleem in feite opgelost. Ja, maar als je al geen mensen of minder mensen hebt, dan gaat het misschien nog harder, nog sneller. Er worden toch minder mensen. Op historische termijn, in feite is de grote groei van de wereldbevolking al gestopt. Ja. De enige toename nu, heb ik begrepen, in deze eeuw, is dat heel veel mensen veel ouder worden dan vroeger. Allerlei mensen die dan vroeger misschien op hun 40ste waren doodgegaan, die worden nu 70 of ouder. Zodat ze aanwezig blijven, dat is natuurlijk... Maar hoe kijk jij dan naar dit soort bijeenkomsten? Want ik sprak dus iemand, die was heel enthousiast. Ik vind dat eerlijk gezegd wel een beetje zwartkijkerij van een ernst denkbare soort. Ik zou zeggen, krijg gewoon kinderen. Je hoeft er geen 10 te krijgen, maar een stuk of 2 is handig. 3 vind ik ook nog prima. Maar ik sprak Frits Wester een keer, die hebben we eerder al aangehaald vanwege het zeilen. En die had ook een gesprek met zijn zonen gehad. En die zeiden ook, ja pap, we willen misschien helemaal geen kinderen meer vanwege de klimaatverandering. Nou, dan zou ik als Frits toch eens even met die zoon gaan praten en zeggen dat er hoop is. Er gloort licht aan de horizon, echt waar. Dit heeft veel meer te maken met stemmingmakerij, met in feite irrationele emoties dan met de werkelijkheid. Oké, dus jongeren die naar zo'n bijeenkomst gaat, die zijn irrationeel. Over 200 jaar, daar ben ik heilig van overtuigd, zal de wereldbevolking aanzienlijk minder omvangrijk zijn dan nu. Oké. Nou, ook een oproep hier, mensen die dus ook zo denken, die zeggen, ja, we overwegen ook om geen kinderen te krijgen om deze reden. Laat even van je horen, dan kunnen we die argumenten meenemen de volgende keer. Oh, dat was al in de jaren 70, had je dat al. Oh, toen was dit ook een discussiepunt. Ja, ik heb het altijd gelul gewoon. Oké. Ik had er wel 4 willen hebben.